Onze tweeling is op 4 januari dit jaar geboren. En zij dragen de namen Ricardo, Gianluca, Erik. En dan hebben we er nog één. En dat is Vincenzo, Gianluca, Paul. Op deze manier hebben wij onze oudste zoon vernoemd bij onze jongste zonen. Maar ondanks onze blijdschap dat ze geboren waren, begonnen ook te zorgen. Ricardo woog 1820 gram en Vincenzo 2120. En ze waren niet groter dan 41 centimeter. Ondanks de zorgen waren er ook genietmomenten. Wat moest Gianluca trots zijn als hun grote broer? De tweeling was geboren en 5 dagen later kon ik dus naar huis. Een heel moeilijk moment, want je loopt naar buiten, maar zonder je kindjes. Dat vond ik zeer zwaar, ondanks dat je weet, ze zijn in goede handen. Je krijgt er enorme flashbacken van, want we zijn ook een keer een ziekenhuis uitgelopen met een overleden kindje. Toch blijven we hopen. En we hopen dat het met deze twee niet gebeurt en dat we naar buiten mogen met 2 gezonde kindjes. Ik had nooit verwacht dat het zo moeilijk zou zijn om een weg te vinden om leven en dood samen te laten komen. Misschien wilde ik wel iets wat gewoon niet kon. Op 30 maart dit jaar konden we dan eindelijk onze kanjes laten zien aan de mensen. Onze kraamborrel was die dag. Gianluca had een plekje in zijn zaal gekregen met een mooie foto en een kaarsje. We hebben gevraagd aan de mensen een mooie witte roos mee te nemen voor Gianluca. Wat stond zijn vaas mooi gevuld einde van de kraamborrel. Op 31 maart zijn we als gezin die gaan brengen naar hem. Eindelijk zijn broertjes bij hem op bezoek. Wat een mooi en verdrietig plaatje was dat tegelijkertijd. Ondanks dat ik niet iedere week bij de kleine man langs kan, heb ik er nu al iets meer rust in. En als we dan bij hem zijn, dan geef ik een extra handkus op zijn steentje en vertel ik hem hoe het allemaal gaat thuis en hoe enorm hij wordt gemist. De jongens zullen opgroeien met het feit dat hun grote broer niet meer op aarde is. Wij zullen ze alleen wel laten weten dat hij er altijd bij hoort. Hopelijk vinden wij als gezin het balans dat leven en dood toch goed samen kan. Wereldlichtjesdag is een dag waar alle kinderen, overleden kinderen, wereldwijd herdacht worden. En dan doen we overal op de wereld om 7 uur 's avonds een kaarsje ontsteken voor deze kinderen. En deze kinderen, elk uur houdt dat in, dat door de tijdverschillen over de wereld, dat eigenlijk elk uur van de dag ergens op de wereld een kaarsje gebrand wordt. Dat is de organisatie Wereldlichtjesdag. Ja, u was hier voor de tweede keer, hè? Ja, ik ben voor de tweede keer. De eerste keer wist ik niet dat het er ook was, dus toen was ik buiten de stad. En verleden jaar toen hoorde ik het van Annemiek dat het er was en dat vond ik een leuk gebaar en dichtbij mijn zoon. Mijn zoon ligt hier begraven, zeg maar. Ja, want u bent voor uw zoon echt gekomen hier. Ja. 3 jaar geleden, bijna 3,5 jaar geleden is mijn zoon overleden. En ja, die ligt hier begraven. Ja. Ja. Hoe oud is uw zoon geworden? 35. Ja. Dat is jong, hè? Ja. Om je kind te verliezen. Ja. Geen kind is zo aanwezig als een kind dat wordt gemist, schreef Ieder Wolzak, schrijver. En vandaag staan we stil bij alle kinderen die op welke leeftijd dan ook en om welke reden dan ook zijn overleden. En het werd al gezegd, ik sta hier vandaag meer als burgervader dan als burgemeester. Wat mij betreft ook het belangrijkste element van het burgemeesterschap. Het feit dat je soms vreugde en soms ook verdriet met de mensen in je stad kunt delen. En je eigen kind overleven is eigenlijk een van de ergste gebeurtenissen die je als ouder kunt overkomen. Je wilt je kind zien opgroeien. Je wilt het geluk in zijn of haar ogen zien en je wilt liefde geven. Ik kan me ook zo voorstellen dat als je je kind verliest, dat je dan ook een deel van jezelf verliest. Er wordt een enorme leegte ervaren. En wat belangrijk is, is steun. Mensen die steun krijgen zijn net wat sneller in staat hun leven weer op te pakken. Je kunt steun van elkaar krijgen, maar je kunt ook steun krijgen door het ophalen van mooie herinneringen. Iedereen gaat op zijn of haar eigen manier om met verlies. Er is geen stappenplan of gebruiksaanwijzing voor verlies. Het is wel mooi, bijzonder mooi,
dat we vandaag met elkaar stilstaan op deze manier naar kinderen die zijn overleden. Want geen kind is zo aanwezig als een kind dat wordt gemist. Voor de derde keer heb ik dit nu georganiseerd in Dordrecht. Omdat ik het gewoon belangrijk vind om wat terug te doen voor de gemeenschap. Ja, ik ben begrafenisondernemer. En als begrafenisondernemer met een eigen uitvaartcentrum vind ik het belangrijk om wat terug te doen voor de gemeenschap. En dat doe ik in deze vorm nu van Wereld Lichtjesdag. Volledig kosteloos is en de opbrengst naar een goed doel gaat. Ja, want de mensen konden een kaarsje kopen en de opbrengst, waar gaat die naartoe? Naar een stichting die wat organiseert voor kinderen, voor zieke kinderen. Een laatste wens daarvoor doen. En dat vind ik erg belangrijk. En wij kijken wat de opbrengst is. En die verdubbelen we elk jaar. De andere twee jaren heb ik wat voor het kankerfonds gedaan. Net voordat wij de eerste lichtjesdag gingen organiseren, kreeg ik te horen dat mijn broer ernstig ziek was. En hij is bij de eerste lichtjesdag aanwezig geweest. En dat is heftig. Het jaar erop was hij zo ziek dat hij niet kon komen. En een week later is hij overleden. En vanavond zou ik dan ook met mijn ouders hier ook aanwezig zijn. Ook een kaarsje voor mijn broer aansteken. Mijn broer is 57 geworden. Maar nog steeds een kind van mijn ouders. Ja, een kind is uiteraard een ruim begrip. Dat is een kind kan een levenloos geboren kind zijn. Het zogenaamde vlinderkindje, zoals ze dat noemen. We hebben daar ook een vlindermuur voor om die kinderen te herdenken. En het kan ook iemand van 70 jaar oud zijn. Een voorbeeld is, mijn ouders waren er vanavond. Mijn broer is een jaar geleden overleden op 57-jarige leeftijd. En daar heb ik samen met mijn ouders vanavond ook kaarsjes voor gebrand. Erg belangrijk. Wat vindt u van deze bijeenkomst? Heel fijn. Fijn om met lotgenoten te zijn even. En je leert toch weer mensen kennen. Ik heb net weer met mensen gesproken die ook dit hebben meegemaakt. Een kind verloren. Of die nou net als wat de begrafenisondernemer zijn. Of die nou 57 is en de ouders zijn er nog. Of het is een baby, het blijft een kind. Ja. Ja. Ik merk heel erg dat het heel erg gewaardeerd wordt. Mensen komen jaarlijks terug. Ik zie een deel wat niet meer terugkomt, maar ook een deel wat elk jaar terugkomt. Ik zie elk jaar weer wat nieuwe mensen. En de meerderheid die zegt tegen mij, die bedankt mij voor de mooie bijeenkomst. En als ze weggaan, zeggen ze meestal tot volgend jaar. En dat vind ik toch wel iets wat ik graag organiseer en daar graag voor doe. Het is een, niet een leuke bijeenkomst, maar het geeft iets. Het geeft je kracht. Ja. Gaat u volgend jaar weer? Ja, zeker met Gods wil. Maar ik zeg altijd op zijn Surinaams met Gods wil, want je weet nooit wat volgend jaar brengt. Je weet niet wat morgen brengt. Dus wij zeggen altijd in de Surinaamse termen met Gods wil. Mijn zoon is ook op vakantie gegaan en dacht ook dat hij terug zou komen, omdat zijn vriend ging trouwen. En die vriend is wel getrouwd die dag voor hij begraven was. En de trouwerij heeft hij niet meegemaakt. Maar hij is wel met vakantie gegaan om de trouwerij van de zoon, van de vriend mee te maken. Dus daarom zeggen wij altijd met Gods wil. Als God het wil, dan gebeurt iets. Ja. En heeft u weer een kaarsje voor hem aangestoken? Ik heb een kaarsje voor hem aangestoken. Ik ben vanmiddag ook al bij het graf geweest. Ik heb hem helemaal vol met kaarsjes. Het is mooi licht. Ja, 's avonds is heel donker, maar nu zie je echt de kaarsjes branden. En dat geeft ook een heel mooi gevoel.